super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn foundation stash laten zien. Er is mij al eens een keertje gevraagd of ik mijn foundations wilde laten zien. Omdat mensen toch wel benieuwd waren naar de foundations die ik in mijn stash heb. En wat ik dus zoal gebruik. Dus ik dacht, ja, het is eigenlijk wel een leuk moment om hier gewoon een stash video van te maken. Waarin ik alleen mijn foundations laat zien. Er zitten trouwens wel wat CC en BB creams ook bij. Maar dat valt bij mij ook gewoon een beetje onder de foundations, zeg maar. Ik moet wel zeggen, ik heb best wel veel foundations. Misschien vraag je je ook af, jeetje, wat moet je toch met zoveel foundations? Maar ik vind het fijn om heel erg af te wisselen. In de winter vind ik een donkere foundation vaak iets fijner. En in de zomer kies ik eerder voor een lichtere foundation. Dus die variatie ga je ook in mijn stash terugzien. Dus ben jij benieuwd welke producten ik zowel in mijn foundation stash heb zitten? Zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga even beginnen met een foundation die ik zelf nog niet getest heb. Deze zit nog in mijn reviewbak, maar ik wil die jullie niet onthouden. En dat is de hashtag InstaPerfect Liquid Makeup van Essence. Dat is dit kleine flesje. Ik heb deze in de kleur 10. Hashtag Cool Porcelain. Volgens mij is dit een van de lichtere kleuren. Het is een mat effect en hij is ook waterproof. En hier zit 30 ml in. Ik kan hier dus nog niks over zeggen. Ik vind, ja, de verpakking is een beetje vreemd. Want het is gewoon zo'n verpakking, zeg maar. Er zit geen drukpompje in of zo. Dus dat vind ik een beetje lastig. Maar nou, ik ben ook wel benieuwd naar deze foundation. Deze ga ik binnenkort eens even nog testen. Maar die wilde ik jullie niet onthouden. Dan ga ik even door naar de foundation die ik eigenlijk normaal gesproken dagelijks gebruik. En dat is de Essence Stay All Day 16 Hour Long Lasting Makeup in de kleur 10 Soft Beige. Dat is deze. De verpakking is vernieuwd. Dit is al een tijdje. Voorheen had hij een iets andere kleur. Dit is de lichtste kleur die in de serie verkrijgbaar is, maar hij is nog vrij donker. Dus in de winter is deze echt perfect, want het is een vrij, hij oogt nog best wel donker. Je verwacht echt een hele lichte foundation, maar dat is eigenlijk niet zo. Hij is vrij donker. Hij is wel waterproof. Ook in deze zit 30 ml en deze heeft een heel handig pompflaconnetje. Let niet op de vuiligheid, want ik gebruik hem dagelijks. Dus ja, dan blijft het niet helemaal netjes, maar dit is de foundation die sowieso in mijn dagelijkse stashmandje zit. Althans, die ik dus dagelijks gebruik eigenlijk. Dan heb ik een foundation van de HEMA. Dit is de CC Perfection Foundation. Deze heeft ook een hoge dekking en bevat ook SPF 15. Deze bevat 30 ml en deze komt nog uit een tijd dat HEMA nog geen namen had voor hun producten. Volgens mij hebben ze het sinds kort ook echt namen gegeven aan hun producten, maar deze gingen nog op letters. Of cijfers moet ik zeggen. En dit was cijfer 1. Er zit ook gewoon een handig bomsysteempje op. Een hele mooie lichte foundation die ook niet heel erg dik aanvoelt op de huid. Een hele fijne foundation vind ik dit ook. En een hele mooie lichte kleur moet ik zeggen. Dan heb ik een CC cream. En dit is de All-in-One CC cream van Essence. Deze hadden ze ook bijna in kleur. En dit is een natural. Bevat ook SPF 30. Dus dit vind ik ook heel erg fijn voor de zomer. Heeft een gewoon drijfflaconnetje. Maar de kleur is best wel donker. Ik vind deze best wel intens. Voor een naturel kleur is hij echt wel aan de medium kant. Hij is niet super licht. Hij is ook niet onwijs donker. Het zit er een beetje tussenin. Maar voor het mooie is hij wel wat aan de donkere kant. Nou kun je dit natuurlijk ook wat lichter maken door hem bijvoorbeeld in een beetje dagcreme te mengen. Maar op zich is de dekking, ja, oké, maar het is wel echt meer iets voor de zomer. Omdat het niet volledige dekking geeft als wat een foundation doet. Maar het geeft je toch wat kleur. Dus dat is deze. Dan heb ik nog een CC cream. Deze is van Max & More. En deze heb ik in de kleur medium. En hier zit ook SPF 15 in. Dit is ook gewoon een flaconnetje. Oh. Deze kleur die is op zich lichter dan die van Essence die ik net liet zien. Een hele basic verpakking ook. Maar dit soort producten gebruik ik dus wel echt meer. Ik kan hem even schudden zodat je de kleur wat meer ziet. Meer in de zomer dus. Maar op zich zijn dit ook wel echt
Kijk, hoe meer ik hem schud, hoe meer kleur jullie gaan zien. Ja, echt wel fijne producten, vooral voor de hetere dagen. Dan heb ik een matte mousse make-up. En deze is van Catrice. Deze belooft 12 uur te blijven zitten. En dit is in de kleur 030 Natural Beige. Hier zit maar 16 gram in zo'n potje. Ik heb deze dan in de 030 Natural Beige, zoals ik al zei. En dit is echt een mousse. Het brengt op zich best wel fijn aan. De kleur is, hij lijkt vrij donker in het potje, maar als ik hem op mijn gezicht doe, is hij echt wel licht. Dit is wel een zwaardere dekking, omdat dit niet echt vloeibaar is. Natuurlijk, je smeert het wel uit, maar als je bijvoorbeeld zo'n foundation in zo'n potje, dat is wel echt meer vloeibaar. Of in zo'n flesje moet ik zeggen, want dit is natuurlijk een potje. Dit is echt meer zo'n mousse en ja, dit moet je fijn vinden. Ik vind het op zich wel fijn om af en toe te gebruiken, maar voor dagelijks gebruik zou ik het niet zo snel doen. Dan heb ik nog een Soft and Natural Make-up Long Lasting. Deze is wel echt te donker voor mij. Dit is de 04 Light Caramel. Deze is van Essence. Dit zijn ook al de wat oudere producten. Hier zit, even kijken hoor, 30 ml ook in. Misschien kun je het ook wel zien. Nou ja, je ziet het niet. Het is ook weer gewoon zo'n flaconnetje. Maar deze is wat dikker. Ook qua structuur, maar dus ook wat te donker. Maar dit kun je natuurlijk wel altijd mengen met een andere foundation om alsnog de juiste kleur te creëren. Als je bijvoorbeeld een wat te lichte foundation zou hebben, zou je zo'n kleur makkelijk kunnen samenbrengen doordat dat het dan toch een beetje een goede kleur wordt die bij jouw gezicht past. Of zoals ik zeg, gooi er een beetje dagcreme doorheen. Dan wordt die ook wat lichter, omdat dat vaak wit is. Dus dat is deze. Dan heb ik ook nog een BB cream van Essence. En dit is in de 01 Universal. En dit was ook gewoon zo'n product wat maar in één kleur verkrijgbaar was. Bevat SPF 30. Is deze. De verpakking lijkt eigenlijk precies op die van de CC cream. Ook deze is wat aan de donkere kant. Dus ja, universeel. Ja, ik vind het altijd een beetje een moeilijk iets. Want ja, als jij echt een hele lichte huid hebt, dan snap ik dat je niet voor een hele donkere foundation wilt gaan. Dus dan vind ik dit minder geschikt, zeg maar, dat ze dat maar in één kleur uitbrengen. Maar goed, volgens mij zijn deze producten ook al lang uit assortiment. En dat ga je ook merken, dat er producten in mijn stashje die misschien al lang niet meer verkrijgbaar zijn. Maar goed, weet je, zolang het het nog doet, doet het het en bewaar ik het ook gewoon. Dus dat is deze. Dan heb ik een hele fijne foundation ook van Essence. En dat is de Camouflage 2-in-1 Make-up en Concealer. Dit is een foundation waarbij je eigenlijk geen concealer meer nodig hebt. Althans, dat beweren ze. Maar ja, weet je, ik breng altijd nog wel concealer erbij aan. Ik heb deze in de 10 Ivory Beige. Dit was een hele fijne lijn. Volgens mij ook niet meer te koop. Ook weer gewoon zo'n verpakking, maar de kleur is echt perfect. Echt heel mooi, passend bij mijn huid. Deze belooft ook een high coverage, no masker effect en long lasting. Ook gewoon 30 ml. Echt een hele fijne foundation. Ik vind het ook echt jammer dat deze niet meer in het assortiment zit, want die vind ik echt heel fijn. Dan heb ik nog een foundation van Essence. En deze kwam uit de Pure Nude lijn. Dat is de No Makeup Feel, zoals hier op het flesje staat. Deze heb ik in de kleur 20%. En hier zit ook 30 ml in. Maar dit was dus echt een beetje zo'n... Deze rook ook een beetje raar. Zo'n nude. Ja, ze hadden zo'n hele lijn. Er zat een coverstick zat erbij. Maar ook een poeder. Volgens mij hebben ze er ook zelfs bronzer van gehad, als ik het goed heb. Maar ook dit is wel een hele fijne. Alleen de geur vind ik niet zo aangenaam van deze foundation. Maar op zich is hij wel goed. Hij is wel iets te donker voor mij. Dus mengen is bij deze voor mij dan wel weer een pre. Of hem gewoon... als je bijvoorbeeld de beauty blender nat maakt, dan kan je de kleur ook wel wat vervagen. Dus dat doe ik ook vaak bij dit soort kleuren als ze iets te donker zijn. Dan heb ik nog een BB cream. En deze komt ook van de Action. Maar deze is van het merk Fashion Professional. Dit was ook een 5-in-1 product. Is een 5-in-1 product. Heeft SPF 15 en UV protection. Deze heb ik in de kleur light.
Dit is echt een hele fijne BB cream. Deze die geeft echt heel veel dekking. Bijna evenveel dekking als een foundation. Daar stond ik echt van te kijken. De kleur is echt heel licht. Perfect bij mijn huid. Ik heb van dit flaconnetje ook gewoon echt eentje in mijn handtas zitten. Omdat ik het fijn vind om make-up bij me te hebben. En ik neem niet zoveel ruimte in. En omdat deze kleur echt perfect is. Echt een hele fijne BB cream met een hoge dekking. Daar was ik echt heel verrast door. Dan heb ik een hele fijne foundation van Catrice. En dat is de All Matte Plus Shine Control Foundation. Deze is mat, long-lasting en bevat geen olie. Blijft zitten tot 18 uur. Nou, dat kan ik nooit testen, want zo lang draag ik nooit foundation. Maar het is een hele fijne foundation. Het grappige is dat het heel lang heeft geduurd voordat ik erachter kwam dat dit omhoog kon. Dat er een pompje in zat. Dat heeft echt heel erg lang geduurd bij mij. Maar oké, nu ik het ontdekt heb, vind ik het echt een hele fijne foundation. Ik gebruik hem ook heel graag. Ik ga hem even een beetje schudden, zodat de kleur wat meer beter zichtbaar wordt voor jullie. Maar dit is echt een hele fijne. Maar volgens mij is hij uit het assortiment. Volgens mij is hij niet meer te koop. Dat is echt jammer, want deze is echt super fijn. Dan heb ik een foundation van Lidl. En deze is in 010 Shell. Een hele mooie kleur. Alleen de dekking is ietsjes minder. Maar de kleur is echt fantastisch. Ook weer licht. Ja, dit normaal pakken ze dan ook kleuren echt iets met licht. Maar dit is gewoon, ja, Shell noemen ze dit. Dit was volgens mij ook een van de meest verkochte kleuren. Want ik heb hier ooit een video van gemaakt. Die zal ik hierboven even linken. Waarin ik make-up testte van de Lidl. En deze, hier heb ik heel erg lang op moeten wachten voordat ze deze kleur hadden. Ik probeer hem even te schudden zodat je hier kan zien hoe de kleur er een beetje uitziet. Maar hij is echt heel mooi licht. Er zit ook 30 ml in overigens. En ja, het is wel echt een verpakking wat bij de andere make-up van Lidl aansluit. Dan heb ik een nog zo'n soft touch mousse. En deze is in de kleur 02 matte beige. En het leuke is, toen ik ooit met make-up begon, ben ik begonnen met zo'n potje. Ik begon met zo'n potje en volgens mij ook letterlijk deze kleur. Niet dit potje, jongens, want hey, dat is echt 12 jaar geleden of zo dat ik met make-up begon. Dus nou, dat zou ik best weten dat ik het potje nog had. Ja, ook deze ziet er heel moes uit. Deze is wel wat donkerder van kleur. Die van Catrice is iets lichter. Ik vond dit toen ook best wel lastig om dit uit te smeren. Helemaal toen ik net begon, toen zag ik zo'n potje staan. Ik dacht, nou, volgens mij is dat prima. Dit had ik toen van iemand geprobeerd. En ik dacht, oké, dit werkt best wel oké. Maar ja, dit is dus een mousse. Het is altijd wel een beetje lastig om zo'n potje helemaal leeg te krijgen. Maar af en toe gebruik ik hem nog wel eens. Dit brengt gewoon een beetje jeugdherinneringen bij mij naar boven. Omdat ik hier dus ooit mee begonnen ben. Dan heb ik een foundation van W7. En dit is de Photoshoot. 16 Hour Budge Proof Foundation. De kleur Shake Before Gebruik. Ja, dat klinkt heel goed. Nee, Shake Before Use. Hier zit 28 ml in. Dat is 2 ml minder dan in de andere potjes. Alleen de verpakking vind ik iets onhandig. Want kijk, hij heeft zo'n opening. Dus hier komt zijn foundation uit. Dus ik ga hem ook niet schuin houden. Want zometeen ligt mijn vloer onder de foundation. Daar heb ik geen zin in. Deze kleur is wat donker voor mij. Deze moet ik ook mengen. Er staat ook eigenlijk geen kleur op. Oh, wel. Natural Beige. Nou, voor Natural Beige is die best wel aan de donkere kant. Maar het is wel een fijne foundation die wel veel dekking geeft. Dus op zich, dikke prima. Dan heb ik een hele fijne foundation van Essence. En deze is er ook nog niet zo heel erg lang. Dit is de Fresh and Fit Awake Makeup Healthy Glow Foundation. Deze heeft vitamine complex en cranberry water. Dat is deze. In een glazen flesje. Dit vond ik ook de vooruitgang van Essence. En toen schrok ik wel weer toen ik het nieuwe potje zag. Wat jullie aan het begin van deze video zagen. Want dat was weer een beetje een achteruitgang. Deze heb ik in de kleur 10 Fresh Ivory. Gewoon een pompje. Hele mooie kleur. Echt fantastisch. Past perfect bij mijn huid. Blend lekker in volgens mij. Nou ja, ruikt niet bijzonder of zo. Ja, gewoon een hele fijne foundation met een hele mooie kleur die echt goed dekt. Dan hebben we nog een BB cream in de aanbieding. Deze is sowieso te donker.
dat ga ik je vertellen. Deze is van Max Makeup. Toen heette het gewoon nog Max Makeup. Dit is dus van Action. Vitamine E, vitamine A, SPF 15, 3-in-1. Deze. Een heel donker kleurtje. En ja, de verpakkingen waren toen ook nog wat minder. Je kunt ook al wel zien dat hij super donker is. Maar gecombineerd weer met een beetje dagcreme ligt alles weer op. En ja, dit is gewoon ideaal. Ik zal hem even schudden zodat je de kleur misschien nog iets beter ziet. Hij is best wel vloeibaar. Dus die ziet er zo uit. Best donker dus, zoals ik al zei. Dan heb ik nog een vrij donker kleurtje van mijn foundation. Dat is de Clear & Matte Makeup. Hij is olievrij van Essence. Ook al een vrij oude, maar ik heb deze in 03 cent. Dat is deze. Ja, zoals ik al zei, vrij oude verpakking. Hij is veel te donker voor mij. Deze moet ik echt mengen. Staat er verder nog iets op? Nee. Ja, olievrij is altijd wel fijn. Hier zit ook 30 ml in. Ik vind het flaconnetje er op zich wel grappig uitzien. Want zo'n vormpje zie je gewoon niet vaak. Maar hij is te donker voor mij in ieder geval. Dan heb ik een foundation die sowieso te donker is voor mij. Dus die ik sowieso moet mengen. En dat is de Velvet Finish Foundation Nutia Luron. Deze heb ik in de 040 Honey Velvet. Er zitten wel vitamine in. Gewoon zo'n pompje. De vitamine E en B5 en Caring Repair. Maar zoals je in het flesje waarschijnlijk al kunt zien, ik ga hem even schudden. Hij is vrij oud. Is hij best wel te donker voor mij. Dus deze moet ik sowieso mengen ook. Dan heb ik wel weer een hele fijne. En dat is de All About Matte Oral Makeup Free. Van Essence 12 Hour Long Lasting in de kleur 10 Matte Beige. Dat is deze. Een hele fijne, want hier zit ook een bijpassende concealer bij. Hij had misschien nog iets lichter gekund. Hij is nog vrij donker, maar ook deze kun je dus weer mengen. Dat kun je eigenlijk al hier een beetje aan zien dat hij best wel een beetje donker is. Maar ik vind hem wel heel fijn in gebruik en ik gebruik hem ook heel graag. Dan heb ik nog zo'n fijne en dat is de Instant Matte Makeup. En dit is de 10 Matte Ivory. Belooft 18 uur te blijven zitten. Long Lasting Mineral Powder Matte Complex. Van, hij is van Ellen ook. Deze kun je al zien dat ik deze vaak heb gebruikt. Want ik heb hierin geknepen. Want op een gegeven moment wil het er wat moeilijker uit. Zo'n dingetje ook weer. Maar deze is echt gewoon onwijs fijn. Hier word ik echt gewoon intens gelukkig van als ik deze kan gebruiken. Alleen ik vind dit soort verpakkingen nooit zo heel erg handig. Maar het is wel een hele fijne foundation. Dan heb ik nog twee BB creams. En deze zijn van Miss Sporty. Ik zal even beginnen met de roze. Dit zijn de Morning Baby BB creams. Dit is een multi-action skin perfection make-up. Deze is in de kleur 001 Nude Radiance. Ik moet wel even kijken wat het verschil nou eigenlijk is tussen de roze en de blauwe. Volgens mij niet zo heel veel. Oh ja, dit is een gewone. Nou ja, hè. Gewoon zo'n flesje verpakking dingetje. Dit is een gewone en de blauwe dat is een matte. Maar die heb ik dan weer in de kleur medium. En ik weet eigenlijk niet waarom. Maar is die dan ook echt te donker? Ik heb deze niet zo heel erg vaak gebruikt. Dus die zou ik gewoon vaker moeten pakken. Hij is wel wat donkerder zo te zien. Maar het is wel leuk om af te wisselen. Als je bijvoorbeeld liever een matte hebt dan een glimmende, dan pak je blauw. Wil je glimmend, pak je roze. Dan heb ik nog een foundation van de HEMA. In een tubetje kleur nummer 3. Ja, zo jammer. Hij is te donker. Kun je gelijk al zien. Deze moet ik ook zeker mengen. Want anders lijkt het net op dat ik een uur onder de zonnebank heb gelegen. Misschien wel langer, omdat ik zo'n bruin hoofd krijg. Deze neigt ook meer een beetje naar oranje te gaan. Dus dat is deze. Dan heb ik een hele fijne foundation van Catrice. En helaas is deze... Of is dat niet deze? Oh nee, dat is een ander. Dit is de Even Skin Tone Beautifying Foundation. In de kleur 005 Even Ivory. Dit is echt een van de fijnste foundations van Catrice. Fijn pompje erop. Echt een hele fijne. Er zit ook SPF 25 in zelfs. Ja... Is gewoon een perfecte kleur.
hij ruikt volgens mij niet heel. Oh ja, deze heeft wel een beetje een apart geurtje. Dus ben ik altijd blij dat ik hem afgepoederd heb, omdat die geur dan zo op mijn neus draait. Maar het is wel een hele fijne foundation die ik ook heel graag gebruik. Dan heb ik nog een foundation van Catrice. Volgens mij heb ik de Essence een beetje achter elkaar gedaan. Nu komen de Catrice foundations vooral. Dit is een Nude Illusion foundation. Deze heb ik in het 030 Nude Beige. Wel weer zo'n verpakking, maar volgens mij was deze ook een beetje te donker. Moet ik hem even goed draaien, zodat niet het topje eraf draait. Het is ook een fijne foundation. Hij is ook mat, maar deze moet ik dus ook mengen. Maar op zich wel een hele fijne foundation. Dan heb ik nog een hele fijne foundation van Catrice. En dat is de HD Liquid Coverage Foundation. Blijft 24 uur zitten. Mat en second skin effect. In de kleur Teen Light Beige. Dat is deze. De welbekende met het pipetje. Dus dat is deze. Echt een hele fijne foundation. Ja, ik ben gewoon heel erg dol ook op die kleur. Hij is zo mooi. Hij is ook lekker vloeibaar, brengt makkelijk aan. Echt een topper ook deze, die ik graag gebruik. Dan heb ik een foundation die even een schoonmaakbeurtje moet hebben, want deze heeft gelekt. En volgens mij lekt die gewoon weer, dus ik ga deze even apart houden. Dat is met dit verpakkingje. Deze is in 005 Ivory Beige en is de 24 Hour Made to Stay Makeup. With antioxidants. Een hele fijne foundation die ik heel graag gebruik, maar die dus een beetje lekkage heeft opgelopen. Dus die ga ik zo meteen gelijk even schoonmaken. Die zet ik dan ook even apart. Maar ik vind hem echt heel fijn in gebruik en ik gebruik hem ook heel graag. Dan ben ik al toegekomen aan de laatste foundation. Die ga ik even eruit halen, want die zat nog in mijn favoriete bak. En deze is vorige week ook in een video gekomen. En dit is een hele fijne foundation. Hij is van de Action van Max & More. En dit is een matte foundation in de kleur 122 Natural Beige. En dat is deze. Goede kleur. Zit 30 ml ook in. Ik weet niet. Je kunt de kleur een beetje zien. Echt een hele fijne foundation die ik heel graag gebruik. En ik ben ook eigenlijk wel heel erg benieuwd naar de glimmende variant van deze. Maar ook een hele fijne foundation. Dan waren dit alle foundations die ik momenteel in mijn stash heb zitten. Zoals ik al zei, ik wissel heel erg veel af. En ja, de donkere kleuren kunnen op zich nu alweer wat meer naar boven komen. Maar ja, ik probeer alles zoveel mogelijk te gebruiken in ieder geval. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jouw favoriete foundation is. En misschien zeg je wel, er is nog een foundation die niet in jouw stash zit, maar die je echt zou moeten proberen. Laat het dan vooral even weten bij de comments. Voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je even gratis abonneren. Druk dan ook even op dat belletje, want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan vooral even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!